Het platform Duurzaam Dordrecht wil dat de gemeente aandeelhouder blijft van Eneco. De stichting is van mening dat het beter is om invloed uit te kunnen oefenen in een bedrijf als Eneco, dat bekend staat als een voorloper op het gebied van hernieuwbare energie, volgens de stichting. Onze stichting is van mening dat de gemeente als belangrijkste taak heeft om het belang van de Dordtse gemeenschap en de Dordtse burgers te waarborgen. En wij geloven dat door het behouden van invloed in een energiemaatschappij als Eneco, dat juist wordt geborgd. En dat door het afgeven van dat belang, dat we juist een stuk onzekerheid kopen voor de komende 10, misschien wel 20 jaar, waar er hele belangrijke dingen gaan gebeuren op het gebied van energie. Ja, want het gaat jullie als platform Duurzaam Dordrecht natuurlijk ook vooral om de duurzaamheid. Dus welke rol speelt Eneco daarin? Eneco is één van de bedrijven in Nederland die juist voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. De energietransitie verderweg het best in beeld heeft naar de toekomst toe. Nederland loopt achter op een heleboel vlakken. Andere bedrijven lopen ook achter. Dus wij zien het juist als een heel positief iets dat wij als burger, mede-eigenaar zijn van een bedrijf dat daar voorop loopt. Volgens het platform is het nog geen gedane zaak. Maar is het een proces wat nog inspraak nodig heeft? De stichting hoopt dat de gemeente de beslissing nog gaat bespreken met bewoners en belangenorganisaties.